binnen het bedrijf toch naar evenwicht tussen natuur en cultuur. De natuurlijke vijanden in de natuur roepen, die bestrijden de plaagbeesten in onze gewassen. Waardoor chemische bestrijding echt niet nodig is. Het was onze sloot, maar ook een afvoersloot van het waterschap. En die wilden ze dus dieper maken met rechte oevers. Toen hebben wij gezegd van nou, ik vind het prima over ons land. Maar dan willen we graag een natuuroever. Dus een schuin taluut. Dan leveren we een stukje grond in. Dus als jullie ons een natuuroever aanleggen, dan vinden wij prima dat hier meer water door kan. Nou, de maatregelen die ze treffen langs de beentjes graven vinden we wel prima. We hebben wel het idee dat ze het wat breder hadden kunnen trekken en het meer natuurlijk aan hadden kunnen leggen. De gebouwde vistrap. Langs de stuw hadden ze een natuurlijke vistrap van kunnen maken. Langs de 3 hectare. De pompeuze beschoeiing die ze in de bocht hebben aangelegd, hadden ze ook deels weg kunnen laten. En wat natuurlijke bocht kunnen creëren. Dus dat is naar mijn idee een gemiste kans. Nou, het is een hele mooie pool geworden waar het landschap Overijssel zelfs geregeld kon kijken naar wat voor planten hier allemaal staan. En libellen en zweefvliegen. En mijn zoon is ecoloog, dus die heeft hier 25 libellensoorten ontdekt. En 21 zweefvliegensoorten. Staat hier